Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Hallo. Hallo. Ik zat tv te kijken en toen zag ik een reclame voor brood. Reclame voor brood. Brood, daar zit wat in. Dat was de reclame. En ik dacht, maar iedereen eet toch al brood? Dan hoef je er geen reclame voor te maken voor brood. Iedereen dat brood. Wat gaan we nou opeens reclame maken voor dingen die iedereen al gebruikt? Gaan we straks reclame maken voor benzine? Staat uw auto jaren stil? Doe er dan benzine in. Benzine, dan gaat uw auto pas echt lekker rijden. Of bent u wel eens in een winkel? Ziet u van die mooie spulletjes die u best zou willen hebben? Gebruik dan geld. Geld, daar houdt u de dingen echt mee in huis. Auto in de stad en bent u verdwaald? Vrees niet, vraag dan een voorbijganger. Voorbijgangers, ze zijn er voor u. Heeft u last van een volle blaas? Ga dan plassen. Plassen, dat lucht op. Zit u de hele dag al binnen? Ga dan naar buiten. Buiten, het alternatief voor binnen. Wordt u er ook zo moe van? Elke dag weer opstaan, eten, naar je werk, eten, slapen. Ga dan dood. Dood, dan komt u pas echt tot rust. Ook zoiets. Ik was in een winkel, een cd-winkel, ging een cd kopen. En die cd die kostte €9,99. Dat is toch gewoon €10? Waarom doen ze dat steeds? Zo kinderachtig. Wat moet ik nou met een cent? Het is gewoon niet alsof ik naar de mediamarkt ga en ik zie een mooie televisie staan. En ik vraag een man van de mediamarkt van, nou meneer, mooie televisie, wat kost die? €1000? En dat hij zegt, 1000? Nee joh, gekkie. Nee joh, geen €1000, nee. Hij kost €999. Ik zeg, oh, 999. Nou, doe dan maar die tv en 20 kikkertjes. Oude mensen die nog steeds omrekenen in guldens, dat is toch ook een keer klaar? De gulden, ja, dat is al wat, 9 jaar geleden of zo. De gulden, echt, ik stond achter een oude man en die ging een boek afrekenen in een boekenwinkel. En dat was dan €20, of nou ja, 1999. En dat vond hij blijkbaar duur, want toen zei hij zo, 1999, weet je hoeveel het is? Dat is €44. En ik ging ernaast en zei zo, €44, weet je wat het is? Dat is 8 gouden dukaten. 2 kippen en een paard. En heb je ook nog mensen, die zijn dan wel gewend aan de euro, maar als het dan meervoud wordt, noemen ze het opeens euri. Wat is dat, joh? Gadverdamme, een vies euri. Het zijn volgens mij dezelfde mensen die niet naar de Albert Heijn gaan, maar lekker naar de appie. Weet je wat een vriend van mij zegt? In plaats van pinautomaat zegt hij altijd de flappetap. Gadverdamme, wat een zompig woord vind ik dat. Flappetap. Ik was in een winkel en ik wilde iets afrekenen. En toen wilde ik met mijn pinpas betalen. En toen zei die man achter de toonbank, die zei, nee, dat kan niet. Je kan hier niet pinnen. Maar geen nood hoor, hier vlakbij zit een flappetap. En ik dacht, jezus, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga doen alsof ik totaal geen idee heb waar hij het over heeft. Dat ging ik doen. Ik zei, zit er wat? Een flappetap? Flapertap? Wat bedoel je? Nee, een flappetap? Nou, je wilt toch euri pinnen? Nou, naast de appie zit een flappetap. Wat is dan een flappetap? Ik weet het echt niet, zei ik. Zei, oh, dat weet je niet. Oh, nou, dat is een pinautomaat. Ik zei, oh, een pinautomaat? En dan maak je dan flappentap van. Wat leuk zeg. Ja, hey, en als je naar de bakker gaat, hè, je bestelt een stokbrood, zeg je dan, mag ik 1 graanbanaan? Sorry. Een vriend van mij die zegt flappetap.
Ja, het is, weet je, als het zo lastig is om zo'n saaie vriend erbij te hebben. Weet je, ik heb, dat is me echt opgevallen. In elke vriendengroep zit altijd één vriend en die hoort er niet echt bij. Ja, echt waar. Altijd één zo'n vriend, je weet het wel. Als hij er niet is, heb je het niet door. En als hij er wel is, heb je het ook niet door. Zo'n vriend. Ja. Weet je, een soort jongen dat in een horrorfilm als eerste doodgaat. Ja. Je hebt toch wel eens dat je een broodje bestelt en dan ligt op je bord, naast dat broodje, ligt een schijfje komkommer. Nou, die vriend is dat schijfje komkommer. Als er niet bij had gezeten, had het totaal geen verschil gemaakt. Zo'n vriend. En mocht je nou in de zaal zitten en denken, hè, wat gek, maar in mijn vriendengroep zit helemaal niet zo'n vriend. Nou, van harte gefeliciteerd. Ben jij dus die vriend. Oh, die vriend van mij is saai. Hij zegt nooit wat. En dan zegt hij iets en is het zo. Weet je wat hij een keer zei? Toen moest ik vroeg op, zei ik. De volgende dag moest ik dan vroeg op. En toen kwam hij met een tip. Die ik al 100 keer had gehoord. Zei hij, oh, als je vroeg op moet je gewoon, als je gaat douchen, moet je gewoon lekker de douche zo in één keer op helemaal koud zetten. Dan word je in één keer wakker. Ja, weet ik. En toen dacht ik, weet je, ik ga het een keer proberen. Ja, en inderdaad, als je de douche in één keer op helemaal koud zet, dan word je in één keer wakker. Ja, dat klopt. Ja, gek hè? Ja. Ja, weet je waar je ook in één keer wakker wordt? De douche in één keer op helemaal heet zetten. Zo, oh! Daar word je ook in één keer wakker van. Goed, over de komende 3 weken ga je niet meer in bed liggen met je verbrande rug. Je ook in één keer wakker van wordt, je pakt je strijkijzer, steekt hem in stopcontact, even wachten en bam, op je buik. Oh, heerlijk. En ons lekker een bad met je föhn. Word je ook in één keer wakker? Het is zo lastig om één zo'n vriend ertussen te hebben. En weet je, niemand van mijn vrienden gaat ook tegen, ik ook niet, gaat tegen hem zeggen van, hé, je hoort er niet bij. Nee, dat zeg je gewoon niet. En dat is niet eerlijk van ons. Nee, dat is niet eerlijk. Natuurlijk is dat niet eerlijk. Maar weet je hoe de wereld eruit zou zien als iedereen de hele dag maar eerlijk zou zijn? Dan zou toch ook niks meer functioneren. Toen zou een vergadering zou zo beginnen. Als iedereen eerlijk zou zijn. Welkom bij de vergadering. Voor ik wilde beginnen. Jij bent de lul. Jij bent de lul. Jij bent de lul. En de rest van jullie, tyfus mogol. Mooi. Jos van de Countessie, jij wordt ontslagen, maar dat hoort pas volgende week. En De Vries, ik heb met je vrouw geneukt. Ik vond het super goor, maar ik ga het zeker nog een keer doen. Mooi. Agenda punt 1, ik heb in de koffie gepist. Iemand lekker koffie gepist? Lekker? Maar goed, weet je, zolang je vrienden niet op wilde stemmen, is het ook niet zo. Nee, dat zou ik heel erg vinden. Ik las in de krant dat als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dat dan de meeste mensen op Geert Wilders zouden stemmen. En toen dacht ik, nee, dit is gewoon niet waar. Nee, klopt niet. Echt niet. Nee, als er nu vandaag verkiezingen zouden zijn, zouden de meeste mensen, totaal verbaasd zijn waarom er zomaar ineens uit het niks verkiezingen zijn. Ja. Nee, sowieso. Dat soort, weet je, verkiezingen leiden toch echt alleen maar af van waar het echt om gaat. Echt waar. Voor mij die democratie mogen ze mij afschaffen. Echt waar. Het zou zoveel schelen. En ik weet wel, ik zie jullie kijken van, ja, dat mag je niet zeggen, maar weet je, ja. Tuurlijk, ik weet ook wel dat we ervoor gevochten hebben, hè, dat iedereen mag stemmen. Maar ik zat er laatst over na te denken. En ik dacht, oh ja, mag iedereen wel stemmen? Nee, er zijn bepaalde groepen in Nederland die nog steeds niet mogen stemmen. Nee, hoe oud? Jij was 3 of zo? Jij mag nog steeds niet stemmen. Mag niet. Nee. Nog een groep. Mogotjes mogen ook niet stemmen. Mogotjes mogen niet stemmen. Nee. En dan zie je jullie kijken van, ja, dat is toch logisch. Maar ja, 100 jaar geleden mochten vrouwen nog niet stemmen. En toen was dat logisch. Ja, dat klinkt misschien een beetje naar dat ik een vergelijking maak tussen Mogotjes en vrouwen, maar dat zijn wel twee groepen die, ja, weinig tot geen leidinggevende functies hebben. En misschien wel hele interessante dingen te zeggen hebben. Ja, dat moeten we allemaal afwachten, joh. Weet je wie ook niet mogen stemmen? Dieren mogen ook niet stemmen. Nee. Heb je Partij voor de Dieren in de Kamer? Zetten ze er 2 mensen neer. Ik denk, nou, kom op. Dit is je kans. Zet er dan 2 dieren neer. Zet er dan 2 varkens neer. Dat schijnen hele slimme dieren te zijn. Zo een stuk slimmer dan die 2 die nu zitten. Weet je wie ik de grappigste politicus vind?
Ronald Seurissen. Ja, die zag ik laatst op tv. Ken je Ronald Seurissen? Met dat baardje van Leefbaar Rotterdam. Ronald Seurissen. Zijn leukste grap vond ik toen Ahmed Abu Talib, die werd burgemeester van Rotterdam. En toen zei Ronald Seurissen, ik vertrouw hem niet, want hij heeft twee nationaliteiten. Ja, dat zei Ronald Seurissen. Die man heet Seurissen. Het is zelf een Deen. Ik kan even Abu Talib zeggen wat je wil. Maar hij heeft geen streepje door de O. Nee, hij niet Abu Talib. Hij heeft gewoon Abu Talib. Weet je, als die Seurissen ooit aan de macht komt, binnen 10 jaar is heel Nederland van Lego. Zeker weten. Vieze zeemerminnenneuker. Met zijn gore, wat ze dan ook vreten in Denemarken. Kom. Oh, al die politici die maar zeiken over Marokkanen. Ik word er zo moe van. Ik heb niks tegen Marokkanen. Niks. En als er iemand een reden heeft om iets tegen Marokkanen te hebben, dan ben ik het. Jazeker. In mijn huis is in een jaar tijd 3 keer ingebroken. 3 keer. Ja, dan kan je wel lachen. 3 keer ingebroken. En 3 keer waren het Marokkanen en ik heb nog steeds geen hekel aan Marokkanen. Zo. Ja, dat mag best voor geklapt worden, ja. Ik ga ervan uit dat Marokkanen waren. Ik heb ze verder niet gezien. Lekker in de film of zo, ik weet niet. Waar ik ook zo moe van word, is van die politici die maar doen alsof we trots op Nederland zijn. Wie is er nou trots op Nederland? Ik weet het echt. Ik ben totaal niet trots op Nederland. Waar moet je in Nederland in godesnaam trots op zijn? Ik weet het niet. Maar moet ik dan trots zijn op Vincent van Gogh dat we die hebben? Ben je niet trots op Vincent van Gogh? Het is een hele nare man, Vincent van Gogh, ja. Ken dat schilderij? De aardappeleters? Dat is het naarste schilderij wat er is. Ja, echt waar. Zeg, kunstkenners zeggen dan, ja, ze kijken zo mooi bedrukt. Ja, vind je het gek? Die Van Gogh heeft ze uren lopen schilderen en ze hebben uren moeten stilzitten. Hongerige mensen, met een stukje aardappel aan de vork. Ja, dat zou ik ook bedrukt kijken, ja. Zeggen dat hij zijn oor eraf heeft gesneden? Nee, dat is eraf gevroten door die aardappeleters. Dat is er gebeurd. Weet je wie de populairste artiesten zijn in Nederland? Marco Borsato en Jantje Smit. Dat is verschrikkelijk. Dat zijn gewoon je populairste popartiest. Ik zat een keer naast iemand in de auto, hè. Het was een beetje stil. Toen zei hij, hey, zal ik een leuk muziekje opzetten? En toen zei ik, nou ja, doe maar. Toen zei hij, wat zal ik opzetten? The Beatles, Queen of Jan Smit? Wat? Dat mag er niet in één zin. Dat is toch heiligschennis. Dat is toch alsof je op een feestje komt. Zeggen, hey, wil je een doosje? Zalm, kaviaar of zand? Of je bent ziek en je moeder zegt, wat wil je? Een glaasje orange? Een lekkere warme kruik of een trap in je ballen? Dat is het. Jantje Smit. Ja, en ik noem hem nog steeds Jantje Smit. Want balletje heet ook niet opeens bal. Omdat ze lang bestaat. Het is gewoon Jantje Smit. Ja, nee, maar ze is ook succesvol in Duitsland. Ja, Hitler was ook succesvol in Duitsland. En daar koop je ook geen cd van. We hebben in Nederland niet eens een nationaal gerecht. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, we hebben in Nederland één gerecht. Stampot. Dat is ons nationaal gerecht. Dat is toch gênant? Weet je wat het recept is voor stampot? Ik zal voor de mensen die niet weten, zo maar één keer zeggen. Je pakt heel veel aardappelen en die ga je lekker koken. En doe je wat lekkere stukjes groenten en wat vlees bij. En dan stamp je het kapot. Staat ook in mijn kookboek, kijk. Staat gewoon in grote letters. Dan stamp je het kapot. Dat is toch geen recept? Weet je, geef diezelfde dingen aan een Italiaan. Het gaat lekker in de oven met rozemarijn en zeezout. Nee hoor, zelfde dingen aan een Nederlander. En stamp het kapot. Hertekotsen zouden ze moeten noemen. Als er ooit een buitenlander aan je vraagt, wat is jullie nationale gerecht? Miro zeggen, hetzelfde als bij jullie, maar dan kapot gestampt. Ik vind het ook zo kloot, als je terugkomt van vakantie in Nederland. Zo'n rot moment. Laatst iets heel geks. Ik was in Londen geweest. En toen had ik nog wat kleingeld. Wat ponden en zo. Engels kleingeld in de zak. Ik denk, nou, dat is 3 pond of zo. En toen kwam ik op Schiphol. En toen, ja, ik voelde dat geld nog zo in mijn zak. En ik wilde het eigenlijk op het vliegveld nog wat mee kopen. En daar had ik geen tijd meer voor. En het zat een beetje irritant zo in mijn zak. En toen kwam ik langs een ton en er stond een foto op van een zwart meisje en er zat een gleuf in. En toen dacht ik, oh mooi, kan het daarin? Ja, dat gebeurde er. En ik liep door en later dacht ik,
Wat was dat nou weer voor een nare actie, joh? Dat is sowieso, hoe decadent is het om geld een beetje irritant te vinden? Dat is zo, nee, doe maar weg. En het was ook helemaal niet uit liefdadigheid dat ik het in die ton deed. Nee, dat is het enige wat ik ermee wilde zeggen was eigenlijk hier, draag jij dit maar. Dat is het enige wat je doet. En ik wist niet eens wat voor stichting het was. Dan wist ik het niet eens naar gekeken. Ik dacht gewoon een foto van een zwart meisje. Oh, nou mooi. Dat is goed. Het is toch naar. Weet je, misschien was het een fonds voor rijke kinderen in Kenia. Ja. Want mijn Moputa uit Kenia heeft bijna alle DS-spelletjes. Help jij eraan de laatste. Misschien toch wat. En ik moet wel zeggen, ik ben niet heel decadent, hoor. Ik ben ook wel, wat dat betreft ben ik soms ook wel een zuinige Nederlander. Ja, weet je wat ik nooit zou doen, bijvoorbeeld? Ik zou nooit naar de hoeren gaan. Nee. Bij de hoeren zou ik de hele tijd zo bang zijn dat ik... Ja. Per ongeluk iets heel duurs doe. Ja. Bezig zijn dat ik dan per ongeluk met mijn ballen tegen de tepels kom. Dat ze zegt, oh, ballen tegen tepels, €500. Heel leuk. Heb ik het. Ik vind dat er in Nederland zoveel gepraat wordt, joh. Ik zat in de trein en in de trein vind ik altijd fijn om te lezen. En ik wilde een boek gaan lezen in de trein. En toen ging ik in de stiltecoupé zitten. En ja, het stiltecoupé hebben ze uitgevonden, zodat mensen stil zijn. Alleen het probleem is van de stiltecoupé, het werkt niet. Nee, mensen gaan gewoon in de stiltecoupé zitten praten. Ik ging een boek lezen en er kwamen twee jonge meisjes tegenover me zitten. En begonnen gewoon met elkaar te praten. Dus en... Ja, ik kijk op van mijn boek en ik zeg, dit is een stiltecoupé. Zouden jullie willen stoppen met praten? En die meisje die kijkt me helemaal zo verbaasd aan. En eentje zegt zo, hoezo? We zitten toch niet te bellen? Wat? Zaten jullie maar te bellen? Ja, hoor ik met de helft van het kutgesprek. Ik vind het zo fijn om te lezen in de trein. Maar, weet je wat ik het liefst lees in de trein? Liefst lees ik fantasyboeken. Ja, dat vind ik mooi. Fantasyboeken. Je kent wel van die boeken waarin dingen gebeuren die helemaal niet kunnen. Ja, dus, nou, je kent het wel. Lord of the Rings, Hobbit, de Bijbel. Zeg maar de klassieke fantasy. Echt, in Nederland is zo'n gebrek aan fantasie. Het erg is, mensen gaan in Nederland gaan vaak niet eens naar theater. En dan blijven ze thuis. En dan gaan ze tv kijken. En dan gaan ze reality shows kijken. Dat is het ergste. Ja, gewoon Jan Smit. Dat kijken meeste mensen. 2 miljoen kijkers heeft het, hè. Gewoon Jan Smit. Terwijl het heet Gewoon Jan Smit. Ja, dat gebeurt er dus geen zak. Nee. Dan ga ik niet kijken. Weet je ook niks zou kijken als het zo zou heten? Huh, wat doet Jan Smit nou? Dan zal ik de televisie op. Weet je waar ook zo'n fantasieloosheid in zit in Nederland? Dat is een Nederlandse films. Ik was laatst op een film, De Storm, hebben jullie gezien? De Storm, verschrikkelijk. Het is een film over de watersnoodramp. En dat gaat dan over een groep mensen die dan tijdens de watersnoodramp uit een soort van paniek opeens heel slecht gaat acteren. Zo suf. Weet je wat mijn favoriete film is? Dat wil ik graag vertellen. Maar mijn favoriete film ooit, dat is nog steeds Jurassic Park. Ja, Jurassic Park. En ik zal jullie even uitleggen, dat is een beetje een lange uitleg misschien. Maar ik ga jullie even uitleggen wat er zo gaaf is aan Jurassic Park. Omdat er dinosaurussen in zitten. Klaar. Dat is een uitleg, ja. Daarom is dat gaaf. Een film met dinosaurussen. In Nederland maken ze nooit een film met dinosaurussen. Nooit. Nee, in Nederland maken ze meestal van die psychologische films. Van die zogenaamd intelligente, semi-realistische films. Je weet wel, zo'n film over een man met een oorlogstrauma. En een vrouw die aan de drank is. En een kind met seksuele problemen. Dat soort saaie films. En het erge is, dan lees je in de krant dat die film wel €8 miljoen heeft gekost. 8 miljoen om die film te maken. Dan denk ik, hey, als je toch 8 miljoen hebt, doe dan in ieder geval 1 dinosaurus. Maak dan een film met 1 dinosaurus. Maak dan een film over een man met een oorlogstrauma en een vrouw die aan de drank is en een dinosaurus met seksuele problemen. Maak dat dan van een film over een Tyrannosaurus Rex die zichzelf probeert af te trekken, maar dat lukt niet omdat zijn armpjes te klein zijn. Dat is een film die ik wil zien. Want allerergste vind ik waar gebeurde films. Ik vind, als je een waar gebeurde film maakt, betekent 1 ding, ben je te lui om iets te bedenken. Ja. De ergste film die ik ooit heb gezien is Into the Wild.
Jeez, Into the Wild is een waar gebeurde film. En dat gaat over een jongen van 22 in het westen van Amerika. En die jongen gaat dan naar Alaska toe om daar te leven van de natuur zonder luxe producten. Want dat is de enige manier om gelukkig te worden. Zonder luxe producten. En ik zit even te kijken op mijn grote plasmascherm. In mijn lekkere luie stoel met een glas rode wijn in mijn hand. Nou, ik heb al die luxe producten en ik voel me heel gelukkig. Ja, gek hè? Ja. Het enige waar ik een beetje ongelukkig van word, is deze 3 uur lang durende saaie kutfilm. Mijn god. Oh, hypocriet ook. Hypocriet. Hij gaat dan naar Alaska in de auto en dan gaat zijn auto kapot. Maar dan koopt hij geen nieuwe. Nee, nee, want een auto, dat is toch maar een luxe product. Nou, 5 minuten later gaat hij wel staan liften. In een andere auto. Nou, volgende scène. Pakt hij al zijn geld. Steekt hij zijn geld in de fik. Zegt hij, ja nee, daar kan je toch alleen maar luxe producten van kopen. Nou, 5 minuten later gaat hij eten vragen bij andere mensen. Eten, dat is gekocht met geld. Dan hé, wat moet ik nou doen? Moet ik nou een steen op mijn tv gooien en dan bij de buren gaan kijken? Het Into the Wild zou het beter kunnen noemen The Adventures of a Hypocrite in the Snow. Ook zo hypocriet gaat hij jagen en het heet Into the Wild, hè? Dus waarmee denk je dat hij gaat jagen? Nou? Nou ja, ik dacht dus pijl en boog, dat dacht ik. Of zo'n slinger met een steen, nee. Zo'n geweer! Zo'n hypermodern geweer, gewoon een sniper rifle. Ik kan gewoon iemand van de maan schieten met dat ding. Nee, hij is tegen luxe product. Nou, dan gaat hij jagen en dan ziet hij een eland. En dan wil hij eland schieten en dan schiet hij bijna. En dan schiet hij toch maar niet, want die eland blijkt een jonkie te hebben. Ah, ja, vindt hij het zielig. Ja. Weet je wat hij wel afknalt? Wasbeertjes. Honderden wasbeertjes van die kleine knuffelige wasbeertjes. Hé, waarom is dat opeens niet zielig, hè? Omdat dat kleine dieren zijn. Als er een vliegtuig met lilliputters neerstort. Wat zeggen ze op het nieuws? Ja, ze zijn allemaal dood, maar gelukkig waren ze allemaal superklein. Nee! Goed, ik zou ophouden over die film, want misschien zijn er nog mensen die hem willen zien. Ik zal me niet verklappen hoe die aan het eind doodgaat. Goed. Waar het op neerkomt, het is gewoon een heel slecht verhaal. Een heel slecht verhaal. Als je dat zegt, zeggen mensen, ja, ho, maar het is wel echt gebeurd. Oh ja? Zal ik eens een verhaal vertellen? Zo rond 5 uur was ik hier, een beetje waar we het geluid aan doornemen. En toen pakte de geluidstechnicus, had 2 microfoons. En dan ging hij ze allebei aan mij laten horen. En zei hij, ja, de een is wel echt beter dan de ander. En toen zei ik zo, ja, inderdaad. En zei hij, oh ja, welke vind je dan beter? Ja, die. Was die andere natuurlijk beter. Ja. Slecht verhaal, hè? Ja, wel echt gebeurd. Ja, en het allerergste vind ik nog, dat er in het theater zelfs waar gebeurde stukken gemaakt worden. Echt waar. Weet je wat ze volgend jaar gaan maken? Vincent van Gogh, de musical. Even los van wat ik van zijn schilderij vind. Vincent van Gogh, de musical. Je gaat er niet een musical maken over een schilder. Wat gebeurde er nou in zijn leven? Ja, oké, zijn oor ging eraf. Nou, dan heb je 1 liedje. En dan wat? Wat moet je dan? Ben je toch klaar? Maar goed, ik ben niet kinderachtig. Ik ga voor jullie een voorproefje geven van wat ik denk dat gaat worden Vincent van Gogh, de musical. Komt-ie. Beste broer, bedankt dat je deze kwast hebt gekocht. Maar weet je, het is een kwast gemaakt van varkenshaar. Ik wil alleen maar kwasten van marterhaar. Marterhaar, ik wil alleen een kwast van marterhaar. Anders komt mijn schilderij niet klaar zonder marterhaar. Hé, sta in stil, zo kan ik toch niet verven. Hé, sta in stil, anders teken ik een snor. Oh jee, de blauw is op, de blauw is op, de blauw is op. Oh jee, de blauw is op, de blauw is op. Oh nee, de blauw is op, de blauw is op, de blauw is op. Ga terug naar de winkel en haal voor mij wat blauw. Heb je het gehoord? De blauw is op, de blauw is op, de blauw is op. Blauw is op, de tube is vol met geel, potten vol met groen. Veel te veel rood, ik weet niet wat ik daarmee moet doen. De blauw is op. Dames en heren, bedankt. Tot ziens.